dit is de toekomst. Hier moeten we met z'n allen naartoe willen gaan. Ik zou iedereen aanraden hier te komen. En je hebt toch echt even een overview van de laatste materialen. Wat heeft jou doen besluiten om naar Mateo District Utrecht te komen? Het is een geweldige inspiratiebron voor mij. En ik word ook echt blij als ik hier rondloop om te zien wat voor prachtige nieuwe materialen er allemaal worden ontwikkeld. En dit is een heerlijke plek om op een middag eens echt nieuwe dingen tegen te komen. Heel veel dingen om in het echt te zien, dus materialen in het echt te zien en te voelen. Ik wil graag op de hoogte blijven van alle mooie nieuwe materialen en natuurlijk vanuit een duurzame perspectief. Nou, ik vind duurzaamheid heel belangrijk en ik weet dat er hier heel veel duurzame materialen zijn. Nou ja, aan de ene kant heel functioneel en aan de andere kant, ja, je komt ook onverwachte dingen tegen. Is er iets wat jou positief verrast heeft? Ik hou heel erg van kleur, dus er is heel veel kleur in materialen en ik vind het ook steeds mooier worden allemaal. Ja, de locatie is fantastisch en ook de diversiteit van het aanbod. En wat vindt u van de locatie? Ja, ik zelf hou hiervan. Ik vind het prachtig. Ja, ik word al heel blij, maar zeker op een dag als vandaag, als dat zonnetje zo hier binnenkomt. Ik heb net een paar foto's gemaakt. Alleen al ja, de locatie met al deze prachtige materialen, volgens mij wordt iedereen er blij. Ja, dat doet ook wel wat, hè? Het is gewoon een soort creatief broeinest hier. Ja, geweldig. En heerlijk dat er nu de zon ook schijnt, is dat sommige stands extra uitgelicht worden. En is er iets wat je zou willen zeggen aan mensen die hier nog nooit zijn geweest? Komen. Laat je verrassen. Veel jonge mensen met nieuwe ideeën. Ik zou iedereen aanraden hier te komen. In zijn twee uurtjes tijd pak je twee lezingen mee en je hebt toch echt even een overview van de laatste materialen. Architectuur, interieur, design. Ja, dat is een goed besteden vrijdagmiddag of ochtend. Laatste moeilijke vraag. Als je nou jouw bezoek in één woord zou moeten vatten, wat zou dat woord zijn? Of twee woorden, drie woorden? Verrassend. Eén woord, hè? Lastig. Ja, dit is de toekomst. Inspiratievol. Inspiratie. Innovatief en vernieuwend. Inspirerend. Dankjewel. Dat was het.